Hallo Stefan, hallo jongens. Lekker dagje hier, even door de lekkere mainstream heen lopen, want er is namelijk een heel leuk idee. Psst. Wat? Welkom. Hey. Wat? Psst. Hey Leroy! Hier. Psst. Oh, wat is er? Ja, we gaan wat doen, maar dat is toch even geheim. Je hebt je broer meegenomen? Oh, hey, okay. Moet ik binnenkomen? Ja, snel. Oké, ja. Oh, oké. Okay. Oh, je hebt hem afgezet, zie ik. Jeetje. Ja, dat is alvast gedaan. Oké. Okay. Nou, ik... Ja, oké, okay, dan. Oh. Oh, dit is de receptiebalie. Ja. Dit is eigenlijk het officiële... Oh, en daarachter staat Gio. Wat ben je aan het lezen, Gio? Ja, ik weet niet. Er ligt hier een boek. Leroy riep me net. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar... Oh. Ja, we gaan wat doen. Oh, jee. Nou, we gaan weer van de glijbaan af waarschijnlijk. Ja. Nou, vertel maar. Weer extra ritje Donald baan. Echt, hè? Dat is nooit bijzonder, maar wat is er aan de hand? Oh, een beetje zachtjes praten, want ze horen samen met de raam te gluren, ja? Oh, ja. Ja. Hier zo, daar komt iets speciaals. Want daar kunnen mensen zien wie de medewerkers zijn. En... Heb je wat in je stem, Leroy? Nee, ja, ik had gewoon zo. Oh, ik denk hij is die zoon van Doeken. Doeken. Ja. Doeken. Oh, nou, maar er is niks. Ik dacht dat er wel meer stem is. Ik dacht ik wou een pepermuntje geven of zo. Ja, dat is ook goed hoor. Ja? Oh. Daar tekent eigenlijk voor. Oh, nou alsjeblieft. Dank u. Oh, lekker pepermuntje. Oh ja, kijk eens. Ja. Peper. Maar vertel, wat is je plan? Want gewoon slopen. Op zo, slopen. Oh. Wat? Je gaat slopen? Maar... Ja. Oh, dit was waar vroeger de bezoekers stonden. Oh, kijk nou. Dit is achter de schermen. Jeetje, dit is groot. Achter de schermen, ja. Jeetje. En we willen helemaal hierheen lopen. Ja. Hier gaan wij iets speciaals maken. Voor de, ja, een soort... Oh, waar je het over had. Ja, precies. Oh. Dat komt hier. Oh, wat leuk. En mogen de mensen dat weten al? Ja, tuurlijk. Oh, oké. Okay. Nou, mensen, we gaan een nieuwe draaimolen binnenmaken. En dat, ja. Dat wat leek me een hartstikke... Het wordt echt heel leuk. Ja, heel erg mooie dark ride. We hebben heel erg verruimde plek. Maar dames en heren, dit is inderdaad iets heel leuks. Want, ik zet mijn speed even op 1. Wij gaan iets heel leuks doen voor de crewleden. De crewleden staan namelijk nergens aangewezen in de server. Waar alleen de admins staan in het begin. Bij de span, bij de fontein. En... Ja... Leroy had een goed idee en eigenlijk is dat ook zo, want vroeger hadden wij dat altijd in het server, een plekje voor de medewerkers. Dus waar de medewerkers stonden, waar we een kleine sign hadden geplaatst en waar een leuk stukje tekst stond. En jullie weten het nog niet, maar in de Main Street, in de grote langwerpige Main Street, zit heel veel plek die we nog niet gebruiken, toch Leroy? Absoluut, aan de andere kant ook nog trouwens. Maar we zijn nu hier. Dus we zijn nu hier. Eerst dit. En ja. We gaan dus hier wat moois van maken. En of we dat nou gelijk in de video doen, weet ik niet. Maar jullie kunnen het wel gaan verwachten binnenkort. En dat is allemaal heel simpel. Het is eigenlijk bijna een van de eerste gebouwen die je tegenkomt aan de rechterkant als je het kasteel oploopt. Naast de snoepwinkel eigenlijk het roze gebouw. Het soort informatiebaliecentrum is dit eigenlijk. En dat is het altijd geweest. En dat zal ook altijd blijven. En hierachter zullen wij dan... Hier zat de muurgeheimen vroeger. Hier zo. Daar had je een painting. En hier stond een commandblok. En dat was muurgeheimen 2. En die gaat weg. En die is verplaatst al ergens in de map. En ik ga nog niet zeggen waar. Nee, want het is een muurgeheim. Juist. En hier gaan wij een deur maken inderdaad langs de balie. En ik wil hier van die prachtige sters maken. Dat gaan we allemaal aan de andere kant ook doen. Ja, oké. Top. Dat klinkt leuk, ja, inderdaad. Dat je een stukje, inderdaad. Ja, die weg, inderdaad. En dan zal ik even die prachtige sters plaatsen. Kijk eens. Nou, dit is schitterend. Nou, maak het helemaal af. Dit is echt zo mooi. Niks meer aan doen. Niks meer aan veranderen. Even de vloer. Ik deed even een bezoeker na. Kom eens. Oh, nee, ja. Oh, hij is weg, de eend. Ja. Oh, ja, denk al, moeten we de dierenambulance bellen. Ja. Zat weer te broeden waarschijnlijk. Oh ja. Zo. De broedeend. Kijk eens, we konden ook wild editen, maar dit is natuurlijk een oldschool handwerk. En zoals je ziet is het echt groot. Het is echt groot. We kunnen het vloertje ook gelijk weer van hout maken. Zullen we het houtje maken? Ik vind van wel. Ja? Ja, daar houd ik wel van. Oké, mooi. Dan gaan we dat doen. Dan zeggen we een 5.2 uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet zeker. Dat is een wat lichter. Nee, voet. Oh, dat is mooi. Ja, die is mooi. Die lichte. Die vind ik ook wel leuk. Hey Robin. Hallo. Hoe is het, Robin? Hij heeft een mooi zwaardje.
Heb een heel mooi zwaard. Is dat lelijke dinozwaard? Het epische dinozwaard. Het epische, nou. Verstaan. Ik moest hem in mijn hand houden van Leroy. Ja. Oh. Oh, nou, beter dan wat anders. Ja, natuurlijk, wat denk je? Nou, dit was de special aflevering van Leroy Geo en het verhaal van de Main Street. En ja, kom zeker weten langs onder het IP Disneycraft, play.disneycraft.nl natuurlijk, hè? En eet veel kip curry. Sowieso. Nou, doei doei! Doei! Dag hoor! Enthousiasme!